Maar ik heb vandaag vooral een verhaal willen vertellen van optimisme. Omdat ik erin geloof. Ik ben erin gaan geloven in de tijd dat ik hier in Almelo ben. Dus beste Almeloers, aanwezige lieve mensen, mede namens de leden van de gemeenteraad, de wethouders, de gemeentesecretaris en al onze medewerkers, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar toe. En ik zou willen proosten, ik heb helaas niks, op ons heerlijke, verrassende Almelo. Dank u wel. En ook dat diep ging dansen. Wat vond u van de nieuwjaarstoespraak van waarnemend burgemeester Mirjam van het Veld? Een leuk nieuw verhaal. Ten meer naar je merkt dat zij nieuw is in Almelo. Anders kijk naar Almelo dan ik altijd naar Almelo kijk. Verfrissend daardoor. Leuk, ja. Wat is u opgevallen? Het beeld dat zij schetsen van Almelo in het verleden. Dat zij terugkeek naar Almelo hoe het geweest is en naar de toekomst. Dus wel een duidelijk verhaal. Wat vond u van de toespraak van waarnemende burgemeester Mirjam van het Veld? Fris, heel verfrissend. Raakt alle punten. Heeft ook duidelijk affiniteit met het gebied waarin ze opereert op dit moment. Snel, fris, leuk, heel erg goed. Nou, ik vond dat heel geweldig. En ik weet waar ik over praat. Want ik heb de laatste jaren van Ravensloot heb ik de nieuwjaarstoespraak voor hem mogen schrijven. En dat is toch wel een aardige klus. En ik vond dat ze het heel erg goed gedaan hebben. Ontwapenend. Ik vond het een hele mooie toespraak. Heel erg positief, optimistisch zoals het zelf ook al aangaf. En ik ben heel blij dat zij Almelo ook heeft leren kennen. Want zij ziet wat wij allemaal doen en hoe ontzettend goed onze stad eigenlijk is voor onze inwoners. Ze is hier tijdelijk, dat wil zeggen tot juni, want dan wordt de nieuwe burgemeester verwacht. Ja, helaas zou ik zeggen, want ik zou haar hier graag houden. Ik ben erg blij met onze burgemeester. Goed, er zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze periode met Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. Heeft u nog speciale wensen voor wat betreft de nieuwe burgemeester? Nou ja, ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan onze oude burgemeester en de huidige burgemeester. En je weet ongeveer hoe je een stad als Almelo wel kan besturen. Ik denk dat zij heel erg begaan zijn met onze mensen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik ben eigenlijk wel een beetje bedroefd dat de huidige burgemeester is weggegaan. Want ik vond dat hij het goed deed. En ik heb heel veel burgemeesters meegemaakt. Want ik ben in 58 in dienst gekomen hier. En ik heb Ravensloot dus meegemaakt en de hele rest van die burgemeesters. En in het algemeen hebben die het goed afgebracht, vond ik. En wat dat betreft ben ik erg benieuwd wat de nieuwe burgemeester ons brengen zal. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Den Haag op het ogenblik die interim zijn. Maar we zouden uit die pot in Den Haag van ervaren bestuurders zouden misschien wel een goede burgemeester kunnen krijgen. Oud-burgemeester Gerritsen werd geroemd om zijn omgaan met mensen en zijn benaderbaarheid. Wat vindt u van de huidige en waarnemende burgemeester? Wat is haar kracht? Ik denk hetzelfde, maar zij is ook een echte verbinder. Dat zie je. Dat doet ze in de raad, dat doet ze heel goed op een hele vriendelijke, doch strenge manier. En ik vind dat bewonderenswaardig en daar kijk ik ontzettend tegenop. Ja. Wat vindt u haar kracht? In feite dat ze zich in kan leven in de lokale omgeving. Dat ze daar een idee over heeft, dat ze het herkent en zegt van dit is wat deze stad nodig heeft en daar ga ik mee aan de slag. En dat is wel heel positief. Vind ik persoonlijk hoor. Dat is, Wat zijn uw verwachtingen voor Almelo voor het komende jaar? Ik zie ambities genoeg. Ik hoop alleen wel dat het haalbaar is. Ik merk gewoon dat er heel veel tegelijk wordt ondernomen. En dat is best beangstigend dan. Om alles haalbaar is. Maar ik geloof inderdaad dat er toekomst is voor ons. Ja. De waarnemend burgemeester is in ieder geval positief gestemd. Heel positief gestemd. En ik hoop inderdaad dat zij kan waarmaken dat de opvolger het overneemt. Wat inderdaad, zij lijkt althans voor mij ambitieus.
Wat zijn uw persoonlijke verwachtingen ten aanzien van Almelo in het komende jaar? Nou, er gaat waarschijnlijk wel weer veel gebeuren. Dat kan bijna niet anders. Er staan een paar dingen nog op de rol. Hè. Er zijn een aantal spannende dossiers. En ja, we gaan daar beslissingen in moeten nemen. En we gaan Almelo gewoon weer een klein stukje mooier maken. En nog beter maken dan dat het eigenlijk al is. Ja, nou, ik ben wel tamelijk optimistisch. Ik vind dat er toch een heleboel goede dingen, de burgemeester heeft dat zojuist ook nog eens duidelijk gemaakt, dat Almelo een heleboel goede dingen te bieden heeft en dat wij soms wel wat te negatief zijn over onze eigen stad. Zijn er de nodige ontwikkelingen over de voedselbank te melden? Ja, voedselbank, daar is 2024 een heel spannend jaar aan het worden, want misschien bekend, maar we gaan verhuizen. Is er nog steeds sprake van een toename van mensen die een beroep doen op de voedselbank? Ja, er is weer toename. We hebben een tijd gehad dat we rond de 200 zaten. Dat was met name rond kerst, oud en nieuw. Laatste stand van zaken, 240. We houden er rekening mee. Ik zeg niet dat we het in gaan vullen. Maar dat we op onze nieuwe locatie, dat we daar kunnen groeien tot een capaciteit van 400 gezinnen. Als dat nodig mocht zijn. Niet gezegd dat, hè, dat voorspel ik niet. Maar dat je de geruststelling hebt dat je wat armslag hebt. Ik wens u en natuurlijk alle medewerkers en vrijwilligers van de Voedselbank een goed 2024. Dank je, insgelijks.